De techniek wordt al hier en daar in de wereld uitgevoerd, dus het kan. Dus het is nu een kwestie om met de steun van Den Haag te gaan investeren hier in de haven in pijpleidingen. Als we dat doen, dan kunnen we op twee manieren die CO2 afvoeren. Ja, en dan worden we echt een haven waarbij we echt die CO2 reduceren, maar ook wellicht CO2 uit bijvoorbeeld Duitsland hier naartoe transporteren en via de Rotterdamse haven verder opslaan. Deze technologie heet Carbon Capture and Storage, oftewel CCS. Het gebied waar de CO2 wordt opgeslagen ligt op 3,5 kilometer onder de bodem van de Noordzee, 20 kilometer uit de kust, ter hoogte van Hoek van Holland. Het gaat via een pijpleiding vanaf de Maasvlakte naar de Noordzee en wordt daar geïnjecteerd in de lege velden. Of het gaat met een schip naar een ander veld, waar dan het ook wordt geïnjecteerd. Dan blijft het daar zitten en dan komt de olie uit. Het klinkt allemaal heel mooi, maar de reden waarom het in Barendrecht en Drenthe niet is doorgegaan, was het gebrek aan draagvlak. Grootste zorg was de veiligheid van de bewoners. Veiligheid staat boven alles. En vanzelfsprekend gaan wij natuurlijk niet hier met elkaar investeren en dit soort dingen doen als niet de veiligheid gegarandeerd is. Dat staat bovenaan ons lijstje en er gebeurt dus niks als dat niet op orde is. Maar dat schrijft de minister ook in zijn brief aan de Kamer.